In restaurant Bogor aan de Van Swietenstraat heeft maandagmorgen brand gewoed. De brandweer was met groot materiaal aanwezig en had de brand snel onder controle. De brand in de keuken is de derde tegenslag in korte tijd voor het restaurant. De afgelopen jaren werd Bogor al 2 keer overvallen. Op de Delemsvaartweg is zondagavond een auto op een motor geklapt. De ravage na de aanrijding was groot. 3 ambulances en een arts van de traumahelikopter kwamen ter plaatse voor 2 gewonden, onder wie de motorrijder. De automobilist is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed. Op Den Haag Centraal werd dit hele weekend doorgewerkt om de vloer uit de stationshal te slopen en muren om te trekken. Het Centraal Station wordt herbouwd omdat er in de toekomst meer reizigers worden verwacht. Het station krijgt een nieuwe lichte hal met veel glas en moet een knooppunt worden voor al het openbaar vervoer.